Ik ben Joke Emmink en ik ben hier bij de Mensa. Ik ben hier coach en we hebben vandaag gekookt in het kader van Meppel Diep Geluk. Er zijn, ik denk wel 20 mensen hier geweest om verschillende internationale gerechten voor te bereiden. En daar zijn ze nog steeds heel erg druk mee in de keuken. Mensen konden zich opgeven voor een gratis maaltijd die bij het Apostolisch Genootschap kan worden genuttigd. Nou, dat hebben mensen in vele getalen gedaan. We hebben meer dan 120 aanmeldingen. Het voorgerecht gaat nu weg. Die gaat naar de andere kant om het alvast in te dekken. En in de keuken zijn ze nu bezig om het toetje samen te stellen. De hoofdgerechten, dat is van Syrische afkomst. We hebben Indonesisch, we hebben Nederlands, we hebben brood uit Jemen. En wat ik heb geproefd is echt waanzinnig lekker. Als ik eentje bezig ben, is het bezwaarlijk als er eentje even naar binnen gaat. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn hier in het gebouw van Apostolisch Genootschap in Meppel. Wij vieren deze week de week van diep geluk in Meppel. Het is een hele maand een festival van geluk. En deze maaltijd is eigenlijk het sluitstuk ervan, hè, van die hele maand. En samen met de Mensa hebben we deze maaltijd voor jullie georganiseerd. En jullie hebben zin gehad om te komen. Nou, het is een prachtig gezicht om te zien hoe die zaal vol zit. Maakt niet uit waar je vandaan komt, maar we zijn met z'n allen bij elkaar. Ja, gewoon om te vieren dat wij er zijn. Het is natuurlijk fantastisch dat wij weer mee mochten werken aan de week van, of aan de maand van diep geluk, moet ik zeggen. En dat viel en dat staat met een locatie, zoals deze prachtige locatie, is natuurlijk super geschikt voor. En het valt natuurlijk en het staat met onze geweldige hulpen in de keuken en onze geweldige koks die weer van verschrikkelijk hard gewerkt hebben. Dus ik zou graag iedereen uit willen nodigen die vanaf afgelopen dinsdagochtend al in de keuken aan de gang zijn, om hier even naar voren te komen, zodat iedereen even voor je kan kloppen. Ja, ik vond het jij ook! Aan het begin van de maaltijd, en voordat we beginnen, jullie hebben allemaal een glas gekregen en zou ik het glas willen heffen op Meppel Diep Geluk. En dan wens ik jullie allemaal proost.